Beste basisinkomen vriend, we zijn 1 mei. Normaal schrijf ik dan een lang artikel. Dit keer zal ik het eens voordragen. Natuurlijk heb ik het voorbereid. Zo eerlijk ben ik wel. Dus ik ga het ook een beetje aflezen. Op 1 mei geven de socialisten en hun aanverwante syndicaten, ook de andere nog meer dieprode activisten, hun jaarlijkse voordracht. De dag van de arbeid, nochtans, volgens mij, moet niet gaan over veel eisend meer banen of hogere lonen. De dag van de arbeid moet strijden voor de emancipatie van onnodige arbeid, onvrijwillige arbeid, uitgebuite arbeid. Het moet een feest zijn voor de vermindering van de arbeidstijd, het krijgen van meer vrije tijd, meer vrijheid buiten de arbeidsmarktwerking. Er is geen vrije arbeidsmarkt als iedereen in principe wordt gedwongen om een baan te vinden. Basisinkomen is dus de noodzakelijke voorwaarde voor het toestaan van mensen om daadwerkelijk te kiezen voor die arbeidsmarkt, vrij te kiezen en dus voor een werkelijke vrije economie. Natuurlijk moeten we ook de kracht van de vakbonden erkennen. 1 mei is een dag om hun bijdrage van de arbeidersbeweging en haar strijd en prestaties door de jaren heen te erkennen. Waar vakbonden eens de arbeider de 40-urige werkweek en de 8-urige werkdag gaf, hebben globalisering helaas de vooruitgang, ook de vooruitgang in de technologie, het vermogen van de vakbonden om verandering teweeg te brengen, uitgehold. Als automatisering van de werkplek op hetzelfde tempo doorgaat, is de helft van alle huidige taken in de komende 20 jaar geautomatiseerd. En dat komt niet van mij, dat komt ook van mensen die veel meer weten over die arbeidsmarkt en die automatisatie en die spitstechnologie en al die veranderingen die op ons afkomen. Onvoorwaardelijk basisinkomen geeft de mogelijkheid om arbeid te verrichten op individuele basis. Een nieuw verworven vermogen om nee te zeggen, om een onmiskenbare invloed op de werkgevers te krijgen. Met alle respect voor de werkgevers, want zij creëren natuurlijk ook jobs. Voor betere lonen, werkomstandigheden, uitkeringen. Het basisinkomen zal de realisatie van een nieuw contract tussen werkgever en werknemer geven, met inbegrip van de emancipatie van de werknemer om hun eigen werkgever te worden. Het zou betekenen dat een nieuw tijdperk van innovatie en ondernemerschap, waar iedereen vrij is om de doelen die zij wensen uit te oefenen, na te streven en al het werk zou kunnen worden erkend voor zijn maatschappelijke waarde. O, zo belangrijk tijdens deze coronacrisis, hebben we ontdekt. In plaats van alleen betaald werk zoals het nu is. Basisinkomen is de toekomst van de arbeidersbeweging en we moeten allemaal samen nu streven naar een beleid dat de 21ste eeuw waardig is. Maar waarom verdedigen de vakbonden het universeel basisinkomen niet? Want dat zouden ze juist wel moeten doen. Michel Mauss die schreef vorig jaar: wie gaat onze belastingen en onze sociale zekerheid betalen als de robots en computers onze jobs inpikken? Hoe gaat de technologie kunnen bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de verouderende bevolking en stijgende gezondheidskosten? Veel pertinente vragen dus, die een maatschappelijk debat vergen. Het wordt dan ook hoog tijd om van de dag van de arbeid ook naar een dag van de robot te gaan. Ik ga natuurlijk naar de dag van het basisinkomen, maar de twee kunnen hand in hand gaan, volgens mij. Linken naar teksten en uitspraken van anderen zullen jullie nadien terugvinden onder de video. De droom van
Aristoteles is onze werkelijkheid, onze machines met hun adem van vuur, hun onvermoeibare ledematen van staal, hun wonderdadige, onuitputtelijke vruchtbaarheid, volbrengen gedwee en uit zichzelf hun heilige arbeid. En toch blijft het vernuft van de grote filosofen van het kapitalisme beheerst door het vooroordeel van de loonarbeid, de ergste vorm van slavernij. Zij begrijpen nog niet dat de machine de verlosser is der mensheid. De God die de mens zal loskopen van de sordide artes en van de loonarbeid. De God die hem ledige uren zal schenken en de vrijheid. Dit komt niet van mij. Dit komt uit het werk van Paul Lafargue, Éloge à la paresse. Slavernij is voor Aristoteles een economische noodzakelijkheid. Het zou beter zijn als het anders was. Als het ooit zo ver zou komen dat werktuigen de arbeid van slaven kunnen overnemen, zou de slavernij kunnen worden afgeschaft. Aldus ook Aristoteles in Politica. Intussen zijn we zover, maar de robotrevolutie heeft niet enkel positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. De straten zijn gevuld met protestmarsen, omdat de werkloosheid blijft stijgen. Veel personeel in bijvoorbeeld fabrieken is inmiddels door de robots vervangen. En om de mensen toch maar actief te houden, worden bullshit jobs uitgevonden. Zo blijft de malle molen draaien. Iedereen aan de slag, wel in een neerwaartse spiraal van werkomstandigheden. Iedereen een inkomen, maar welk inkomen? Helaas, in veel vakbonden wordt het basisinkomen niet altijd goed ontvangen door de leiding en leden. Ik ken wel een paar vakbondmensen, zoals Ivo, die het idee absoluut steunen. Waarvoor dank, maar er zouden er nog veel meer moeten zijn. Deze terughoudendheid legt meerdere ernstige misvattingen over het basisinkomen bloot. De bezwaren van de vakbonden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op 6 argumenten. En die staan samengevat in ook alweer een link die ik jullie zal doorgeven en die uitgeschreven werd door het basisinkomen nu uit Nederland. In plaats van sociale problemen achteraf op te lossen, met een uitkering of vakbondsacties, moeten we sociale problemen voorkomen. Ik hoop echt van harte dat ook deze COVID-19-crisis ons heeft doen nadenken over hoe het anders kan en hoe het anders moet. Het systeem veranderen, het systeem versterken, maar vooral voor de mens. Dat vraagt een aanpak die warm en sterk is. Dat vraagt ook een basisinkomen. Allemaal een mooie 1 mei.